Een raadslid die is volgens mij dat je die staat voor zijn partij. Omdat je, ja, ik denk meer een beetje lobby overal en dat is meestal de taak van zo'n persoon. Hè? Kijk of hij stemmen kan krijgen. Ja, precies. Ja, min of meer. Ja, we wil niet gedetailleerd. Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee, weet ik ook niet. Nee. Wethouder is betaald en raadslid volgens mij niet. Ik denk dat ze een vergoeding krijgen. Meestal wel, vrijwillig. Vandaar dat er ook niet zoveel enthousiasme meer is in de laatste 10 jaren. Het is steeds moeilijker om ze te krijgen. Kijk, vroeger was het nog een herenbaantje, maar ja, dat is het tegenwoordig niet. Tegenwoordig gaan ze alleen maar schelden dat het toch niet goed gaat. Dus. Ik heb altijd gedacht part-time, maar ik heb laatst van iemand begrepen dat er heel veel uren in gaan zitten. Nou, ik weet dat het betaald wordt, maar je wordt er niet rijk van, dat weet ik ook. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom bijvoorbeeld de SP ermee opgehouden is. Ik bedoel, of dat terecht is of niet, weet ik ook niet genoeg van. Ik weet alleen dat dat de reden is dat ze niet meer willen. Omdat ze zeggen, ja, het is me te duur, ik kan het niet bekostigen. En dat is op zich een raar verschijnsel. Tegenwoordig, ja, mensen zijn mondiger en, ja, en ook wel... af en toe ben ik het er wel niet helemaal mee eens. Ik vond het vroeger af en toe wel een beetje beter eigenlijk. Dat het toch meer iedereen zijn plekje wist.